Yes jongens, deel 2. We zijn begonnen. Ja jongens. Het is helemaal goud. We gaan nog één dagje slachten op het... Op het rumpetje! En 3 dagen voert hier. Volgens gaat Matthijs. Het bakkenwater. Ja. Bakkenwater hebben we dan 4 dagen aanvoed of 5? 5 ja. Volgens mij. Ja, echt niet normaal. Dan gaan we dan het weekend vissen. Het enige weekend in de maand dat je er mag vissen. Ja. We gaan om 4 uur 's nachts gaan we naar die stek toe, zodat wij als eerste zijn. We claimen heel het water en ja. Dat gaat helemaal goed komen. Dan gaat het los. Er zijn een paar dikke 20 kilo vissen en die gaan met water pakken. Yes, jongens. Dus het is nu al 30 graden. De school is bepakt. We gaan naar het water toe. En ja, we gaan lekker een leuke dag van maken. En hopen op die 2 bakken die vandaag gaan volgen. We gaan knallen. Let's go. Nou jongens, er zit helemaal niemand. Normaal is hij ook nog best wel druk met Franse pannenkoeken. Franse pannenkoeken, hè? Maar we zijn helemaal alleen. Er staat nog een klein windje, maar het is echt wel een stukje eter als gisteren en eergisteren. Mooi. We zien een liedje zijn kop. Maar, ja, dat zie je weinig, omdat de zon weer verkeerd staat. Maar we hebben wel onze oude stekker weer terug, hè? Ja jongens, we gaan weer knallen. Oud fruit. En vanaf morgen een nieuw avontuur. Let's go, hengels erin. Zo jongens, dit is toch mooi? Zit er daar en staan met de kromme hengel. We hadden dus even op de droog gekeken waar vis zat. We zagen er echt maar 5 aan de oppervlakte. Dat is echt het minste wat we tot nu toe hebben gehad de afgelopen 3 dagen. Geel chodrechtje erop. En ik denk 5 minuten en dan gaat het af. Genieten. Lekker zondje. Thanks broeder, Hoppa. Thanks basie. Hey, we liggen net 10 minuten in. We gingen even met de drone het water overvliegen. Zagen we maar liefst 3 vissen zwemmen. We hebben een chodrechtje heen gegooid. En binnen 10 minuten loopt hij af. Heerlijk. Dat is bizar. Ik kon mijn top niet stoppen. Rennen. Oh. Helemaal water weer vol. Ja. Weer naar eens verkeerde stek. Ja, maar het is raar, hè? Die piep is om geweest toch? Ga maar voor. Chit eten. Dat is prachtig. Wie iets even expres verkeerde plek sturen. Nee. Hij rende eerst die kant op, toen deze kant op, toen naar het eiland. Hij ging daar hard vandoor, jongen. Ja, maar hard vandoor, dat betekent meestal... Knol. Oh, daar komt de voorschot. Oh, knol. Weet je wat dat betekent? Dat moet wel kleiner zijn. Knol is in zicht. 8,2. Het Mexicaanse spiertje. Zo, dat is kut man. Je bent echt stom. Je had hem gewoon in de sling moeten gooien. Ja, dat deed ik toch? Nee. Ja, wie? Gewoon netjes. Veel water. Kijk die broek. Veel water, weinig vis. Het Mexicaanse spiertje. Mooi gedaan. Ja, fiesta. Op het gele shirtje kwam die. Na het observeren met de droog. Het gele shirtje. Ik zou even de andere kant laten zien. Op zich niet verkeerd voor het klassement, tweede spiegel. Hey, hier een zieke rikteken. Litteken, Scarface. Lekker hoor. Hey, foto, dan mag onze grootvriend zwommen. Ik vind die Fransen er al vies uitzien. Maar ze doen nog vies ook. Echt een vies werk. Passibolo, strijden. Nee joh, is het dik. Ja, weet niet, denk ik kilo of 10. Ja papa, lekker, 9 kilo. Ja. Passibolo. Lekker man. Ja. Abonneer voor meer. Eindelijk een beetje Nederlandse gezelligheid. Laat eens even zien. Nou jongens, een mooie Quasimodo. Kwak kwak. Helemaal gek. Ja, hij is druk jongen. Ja, hij is een drukke jongen. Ja. Hoe zwaar was hij? Waar hebben we hem gevangen? 9 kilo op de tijgers. Eindelijk weer op de eilandstek. Het is niet heel dik vandaag. Maar toch nogal 3 visjes. We gaan voor de 10. Hij is zo druk. Quasimodo mag ze oma gaan halen. Ja, lekker voor mij. Nee, voor mij. Ik heb 3 vis. Jongens, hengeltje liggen weer. We gaan ervoor. Dikke maal, strijden. Slecht nieuws. We zijn zojuist voor het eerst heel deze trip een paar Nederlanders tegengekomen. Nou, gezellig gepraat, alles erop en eraan. Nou weten jullie uit de aflevering hiervoor dat we echt mega veel hebben gevoerd op een super mooi blauw putje met dikke vissen.
Wat blijkt nou dat die gasten daar afgelopen nacht hebben gezeten? Nou, alleen een ochtendje, hè? Alleen een ochtendje. Hebben 3 vissen weten te vangen, waarvan een 20 kilo vis. Ja. Die scheten roze en beige kleur uit, onze bollen. Ja, dat is echt zet. En we willen daar vannacht om 4 uur heen gaan, maar hun gaan vannacht ook weer naar hetzelfde water. En we zijn een beetje bang dat ze op ons stek willen zitten. Ik weet het bijna al zeker. Ja, dat is kloot, hè? Dat is niet normaal. Ik zit de sauna-box een beetje te kijken. We hebben eigenlijk weer een run. Het heeft wel even een uurtje of anderhalf, twee geduurd. De vangen zijn veel minder als gisteren die dag ervoor. Maar gelukkig geen run. Deze man, weer een bakje hoor. Ja, dat is flink jongen. Ik denk 12 kilo's zo. Het kan zomaar zwaarder zijn. Lekker, ik wil niet te zeggen. Netjes. Oh. Willempie in de huis. We gaan lekker zwemmen met onze grote vriend. Oeh. Leuk hè. Echt warm hè. Het zit dus net een kreet. Ik kan vandaag alleen maar in de schaduw staan. Ja, ik ben helemaal kapot gebrand dan. Wiet en ik die zijn er wel gewend joh, lekker strandleventje. Heb je? Sowieso. Dan staan we met een kromme hengel. Schuif, vooruit. Hé, jij bent bijna het water ingedrukt, of niet? Zo. Maar moet je kijken, hij is helemaal in die snekker gesneden. Ja, dat is zij. Die rij staat niet goed. Dat had gisteren ook al. Mooi. En de mower die zat tegen de pieper aan. De slip stond waarschijnlijk niet goed of zo. Ja, wel. Slip stond de slip stond vrij open, Wiet. Wiet, wil je wedden? Wedden. Deze vis onder 10 kilo. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik ben wel witse, ik heb wel veel 20 hier. Ja, hij heeft wel koude ook. Hey. Hey, hoor je nou piep? Ik hoor ook een piep. Hey jongens, weer een perfecte puntgave. Sterke schub van de kantengel. Zie je ook die flappen die je hebt? Jij vangt alles op mijn engel, hè? Ja, echt niet normaal. Zo lang geleden dat ik op mijn eigen engel een vis heb gedrild. Visje nummer 5 alweer. Nou, dan heb ik 18 kilo, 11 kilo op mijn engel. Shit, spiegeltje. Maar goed, dat is ook wel weer de charme van het run-om-run vis. Mooie vis op de tijgerneus, tijgerneuskoop.nl. En ja, ze zitten er gewoon vol op en hij mag weer terug. Hé, is dat nou een vliegende karp, hè? Ik sla daar niks van. Hij vliegt. Oh nee. Huh? Een modelletje. Oh. Hij kan terug, dingempie. Die gaat toch wel echt hard. Zo jongens, kijk. Ja, we zijn ondertussen zijn we aan het bakken. We zijn lekker. Door? Ja. Het moet gekookt worden, hè? Ja, moet maar, hè. En een beetje het gracht in de gaten. Zet even vuur uit. Gak staat hier in de gaten. Ja, maar ook hard moet je dat vuur uit. Is goed. Ga naar het chitten, maatje. Hij is wel aan het kop schudden. Wat zei je net? Ja, ik denk dat het kleinste vis van de sessie is. Of het is gewoon zo'n lompert die een beetje alleen aan het kop schudden zijn en de weer zijn. Dat zou ook wel leuk zijn. Echt veel te makkelijk mee. Die bak van vandaag moet nog komen. Dat wel. Nou jongens, kom de toppen niet te stoppen. Knollen harken als een motherfucker. Zo is het. 30 graden, maar lekker in schuif. Wat wil je nog meer? Ja, een bordje spaghetti, maar dat komt er zo aan. Nou jongens, je ziet het. Enorm dik visje. Als deze over 10 jaar, is dit gewoon een dikke 50 kilo vis. Als je ja, nu al zoveel zin om te eten hebt en al een beetje doorgroeit. Dan moeten we in het Westland eens hebben. Dan wordt het een dikke papa. Kijk dan, hoe dik. Zo. Bizar. Kijk alsof hij moet paaien, joh. Ja. Maar een harde run, slecht gevecht en hij kan zwemmen. Yes. Zij denkt, wat doet hij nou? Ja, wat doe je nou? Dan moet je dus even het zetmotor vanaf halen. Zet hem normaal water vanaf. En nou spoelt het alsnog uit, is lekker heet. Ze zouden een eigen keukenprogramma kunnen beginnen. Ja. Maar het ziet er toch wel lekker uit van een waterkant maaltijdje. We mogen niet klaren. Sowieso niet. Lekker spaghetti erbij. Ja jongens, eigenlijk is het best gevaarlijk dat we op het eiland durven te komen. Ik liep er net en ik vond gewoon deze vangst. Kijk daar joh. Het is gewoon een skelet van een gebit. Van een kaak of zo. Een kaak van een snoek of zo. Is het nou een snoekbaars of misschien wel een knaagdier of zo? Als jij het weet, zet in de reacties. Ja, roofdier, ik heb geen idee. Het ziet er wel kikker uit. Hij had toch scherpe tandjes ook, joh? Misschien bijt hij zo. Ah, hallo! Culinair met DW. Ah, dit wil je. Dit wil je inderdaad. Dit wil je. Geen burgers, maar toch lekker eten, jongen. En dat aan de waterkant. Daarom. Hé, hey, wel goede timing, hè? Dat is heerlijk. Bordje was net leeg. Mijn bordje was bijna open, net. En hij ging als de brandweer. Ja, we gaan bijna verkassen. Dus dit is wel even lekker voor het weggaan. Is het. Man, man, man. Scheppen met een biertje dan. Chanté. Moet je kijken. Prachtig. Hoe zwaar was die? 8.4? 2. 8.2 zelfs. Ja, ik wil even snoepen, hè. Ja. Hij is prachtig. Hij mag weer zwemmen. We gaan zo lekker naar de volgende stek. Net lekker gegeten. Yes. Adios. Adios, amigos. Nou jongens, zoals jullie de afgelopen 2 dagen hebben gezien, hebben we aan de andere kant van het eiland ook 2 hengels gezet. Maar ja, we hebben daar geen oog op en dat is toch minder veilig, aangezien het toch wel een beetje op
70 is van onze stack vandaan. Nou, hoe beveiligen we die hengels nou? Daar hebben we het FishGuard systeem voor. Ideaal, ik heb hem al geïnstalleerd. En nou, hoe doe ik dat nou? Ik richt hem op de hengels en dan heeft hij 6 meter bereik. Dus in dat bereik vallen dus beide hengels. Het enige wat je dan moet doen, is je zet de soundbox aan. Het lampje gaat branden, die moet je altijd rechtop neerzetten. En ik loop in het bereik. Oh. En je hoort de hond blaf. En als wij dan de soundbox staan op de stek hebben en er is iemand hier zo, kunnen we even kijken of de narigheid is. Dus voor hetzelfde geld nemen ze je hengels mee. En dat willen we niet. Ja, super handig systeem zo. Ja, dus op deze manier hebben we gewoon afgelopen 3 dagen gevist. En het werkt daar goed. Oh, bouwvak, hè? Hey. En wat gaan we doen? Je bent aan het afbreken. Ja, het is nu een uurtje of 7:30. En we gaan toch naar het andere stekkie. Toch proberen een nacht te vissen daar. En, ik heb er zin in, joh. 3 dagen gevoerd, ja, hè? Ja, je hebt gehoord dat er al een vis op onze stek gevangen is. Dus het kriebelt nu echt al steeds meer dan ooit. Ja man, een dikke vis zwemmen, hè? Die gasten hebben prachtige rekening met ons gehouden. Ze gaan aan de andere kant van het water zitten, zodat ze niet in onze voerstek zitten. Nee, zeer netjes. Dus, dat is wel aardig. Shoutout naar hen, sowieso. Wordt bedankt. Yes. En we gaan hopen dat we ook een bak vangen vannacht. Yes. Yes. Okay. We hebben 3 stekken, links, midden, rechts. Wat wil je niet? Zeg dat er ook even ik bij. Ik wil niet. Midden. Jij wil niet? Links. Ja, ik wil... Oké, schiet op. Ik wil echt geen links. Oké, wacht. Okay. Dit is echt spannend, hè? Hier zijn we met de bakken, jongens. Oké, tek erbij. Nog niet omdraaien. 3, 2, 1. Midden, kou. Links. Goeie man. Weer, hè? Goeie man. Zo jongens, we zitten net... We liggen net in eigenlijk. Het is 10:30. En we moeten een beetje stil zijn, want het is een heel klein watertje. We gaan er morgen meer over vertellen. En de uitleg van de rigs, de tactieken en zo. Maar we hebben in ieder geval 4 dagen gevoerd. 5 kilo. We hebben gehoord dat onze Nederlandse maten een vis hebben gevangen die het voer van ons uitschreef. Ja. Kan eigenlijk niet anders dan dat het gaat lopen. Dus let's go, fijne nacht. Ja. Nou, dames en heren, wat zojuist is gebeurd. We hebben van alles meegemaakt deze sessie, maar het kan gewoon altijd erger. Zojuist kwam de Brian de Pers, super boos. Die lamp is al vier. Het was precies die gozer van eergisteren bij de stuwdam. Waar ook zijn weg zit. Ja, hij was boos en niet normaal. En hij kon geen Engels, we stonden niet. En, gelukkig Joachim ons helpen. Ja, Joachim van de Lot. Lot of Corp, boek hem snel, SO naar hem. Ja. Hij heeft ons gered, hij heeft met hem gebeld en zo. Hij zegt, we gaan boete uitgeven. En, als ze, hij zegt, je moet echt opschieten. Ja, als ze zo niet weg zijn, dan krijgen jullie een bekeuring. Zo dit, dat. Nee, dan worden de politie gebeld, je spullen ingenomen. Zo dit, dat. Ga maar gauw weg en zo. Dus nu, als de wieden weer gaan, alles inpakken. Ja, maar we dachten dus dat je tot 12 uur mocht vissen. Ja, we wisten helemaal van niks. We hebben geen bedden staan, helemaal niks. Het is 12 en je wist dat je niemand nat is, maar we hebben geen bedden en zo. Ja. Maar ze waren niet bij. Nee. Hey, jongens, dat was zoveel, zoveel gevoerd. Nog nooit zo snel. Het avontuur dat ik ook eindigen. Het is ook weer ongelofelijk. Als we ze niet meer zien, geen boete voor ons, zijn we bloestoe. Nou, het wordt een strijden, jongens. Oude strijden om het in de bus te krijgen. Maar wat denk je? Wordt weer lekker nog je parkeerplaats? Ja, lekker, we gaan even een rustige parkeerplaats op zoek. Geen idee, zijn het wel gewend zo, hè? Ik ben er niet meer verrassing in ieder geval. Die vent, het lijkt wel alsof die GPS onder onze bus is. Ja, het is niet normaal. We zijn 4 nachten onderweg. En hoeveel we zijn al 2 keer weggestuurd. En 2 keer op camping. Door dezelfde groes ook elke keer. We hebben helemaal niks fout. We zijn voorbereid, hè. Ik heb witte kentekens op de bus gezet. Dat is even een tipje, jongens. Als je in Frankrijk bent, dan val je niet zo op met je GPS. Nee, denk ze aan Nederlanders, gaan we het pakken. Maar toch, als ons... Hoe duur was het? 17 euro? 17 euro voor 2 praten, hè. Nou, lekker. Mooi deal. Pas het, jongen. Nee. Goedemorgen. Hey. Zo, ik krijg die 2 jongens uit het nest getrokken. Oh, hoe dan? Die zei het zo graag, zo rust. Heb je hem wakker getrokken? Uit het nest getrokken. Oh, op die manier. Hey, we hebben lekker slapen, uurtje of 3 of 4. Ja. Het is koud, man. Het zonnetje komt op en we gaan nu gelijk weer naar de stek. Als die Fransman komt, dan zijn we legaal aan het vissen. Ja. Lekker. En we zien jullie aan de waterkant. Dat is wel weer netjes, hè? Ja, het dag begint alweer goed. Bijna mijn scope is er midden. Alright. We zijn echt net op tijd. We zijn een van de eerste op het water aangekomen. Op mijn grote vriend Chittermeister aanlopen. Ondertussen zijn we alle spullen aan het prepareren. Hengeltje voor de klaargemaakt. We hebben aardig wat gevoerd deze dagen. Okay, hengeltje er nog maar eens klaar voor. Ik ga vissen met de hot tuna. Een paar kleine tijgers toegevoegd. Gaan we het uiteinde hier weer vissen. Zonnetje bijna op. Boys zitten erachter ergens. Hoop op mijn bak. Yes, de hengeltjes liggen allebei op scherp. Vissen vandaag al bij semi-slap. Toploosje eraan. Aardig wat trassuur hier op het water. Volgens mij ben ik de eerste van de gasten die de hengels in heeft liggen.
Chitten zit hier achter, Wietse hier achter. Vissen vandaag lekker een beetje verspreid. We willen alle kansen benutten. We willen elkaar ook niet in de weg zitten, niet blokken of wat dan ook. We hebben net even stekker gelood. Ik heb de linkerkant, Chitten het midden, Wietse de rechterkant. We gaan knallen. Ik ga even met de werpijp bollen naar de overkant smijten. En dan gaan we afwachten. Ook wel leuk. De swinger is afgebroken. Dus ik moet weer met een takje aan mijn lijn vissen. Nou, daar maakt de karper niks van. We gaan smijten. Zo jongens, ik ben bij de poos op de stek. Alhoewel, daar is de stek. Ik zit met z'n drieën verspreid, want het is een klein putje. En dan met soundboxen en viskort beveiligd systeem gaan we toch een beetje bij elkaar chillen. Dus ik ga even mijn tentje halen en dan misschien nog een uurtje liggen. Dan wordt het te warm. Gasten die waren even lekker chillen bij mij. Gaat die soundbox een beetje vol was af. Nou, ik heb ze nog nooit zo hard zien rennen. Volgens mij zit er niks aan, ik weet het niet zeker. Ja, het is ongelooflijk. Hoe lang lig je? Echt niet normaal. 20 minuten, hè? Dat is een dikke. Ik wil mijn tent pakken. Dat is een dikketje. Ja, ik ben wel echt opstaan. Is die klein? Best een flinke. Zo, het is best een flinke. Hij is 30. Ja, 30 denk ik. Mijn stuk. Kijk, kijk, kijk. Hij is fucking dik. Oh, dit is lekker. Misschien heel pb. Yes. Zo. Ja. Ja, ja, ja. Laten we eens even zien, papa's. Kijk hem op. Boom. Zo. Nou, hij kan wel 5 minuten komen. Zet hem even tegen. Dat is niet normaal dit joh. Hij is goed. Hij is echt hoog. Hij is fucking hoog. Echt wild. Het kan zo meteen 20 kilo zijn. Minuten. Helemaal beschuiven. Zo, dat gaat scheuren denk ik. Iets hoger. 19.2 of 4? 2 hè? Ja, 19.2. Nee, nieuw PR voor Wietse. En shotjes omhoog, wacht zo. Nou. 19.2, fucking ziek. Nou jongens, dit is toch een moment. Ik ben hier zo fantastisch bij mee. Ziek, dank je. Sinds Frankrijk 2014 vond mijn PB op 17,5 in Frankrijk. Betaalwater en nu openbaar water. 19,2 kilo. Ziek. Niet normaal, jongen. Hij is hoog. Ah. Ik kan hem amper houden, joh. Wat een beest. Hoe lang lag je in? Ja, ik dacht 20 minuten in. 20 minuutjes? We hebben dus 4 dagen gevoerd hier, of 5? Ja, 5 volgens mij. Gisteren weggestuurd. Dus nou, we hadden eigenlijk al een beetje minder hoop. En ja, ik gooide hem gewoon toch gek op het stekje waar we gevoerd hadden. Ja, en binnen 20 minuten gaat hij gewoon. Ah, dat is ziek hoor. De strawberry crush. Wat een bak jongen. Hey, en dames en heren. Bak. Een nieuw PR, je weet wat dat betekent. Ja. Dit is ja. Echt lang dit is geleden. Echt, dit is echt heerlijk. Dit wil ik echt niet. Het is wel koud als ik kan niet. Ja, ik kan. 3, 2, 1. GoPro? Ah jongens, 9,2 kilo. Over de moon. Er zo bij. Wat een bak hè. Kijk deze rug. Dat is echt huge. Ga nog foto van die rug zit. Ah lekker wiet. Kijk eens. Ja. Half ik denk gewoon even een goede soort uit. Maakt me helemaal niet uit. Oh man. Ja. Jongens, nieuw PB, dus even dat waren de 3 shotjes. Had je het geruikt, Jet? Ah, dat is goed, dat voel je wel. Jezus, je bent er zo bij. Gadverdamme. Niet goud. Nieuw PB, jongen. Lekker boer. Bam. Boom. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. De kans van de maat en de oog moet er ook weer. Dus de vis gaan het goed los te zijn. Goed teken. Zo, dan moet ik zeggen. Deze rink heb ik op het kopje van het eiland gegooid. En deze rechter, dat is wel mooi. Het is echt 5 minuten voordat ik het ging ingooien. Sprong hier de vis gewoon voor het kantje uit water. Ik denk 15 meter uit de kant. En ja, dat is precies waar ik gevoerd tot heel de dag gaat duren een beetje. Dus ik blijf ja, ik heb achter mijn engels. Ik heb maar 5-6 boys bijgevoerd. En wie weet gaat hij gewoon snel af. Dat zou helemaal top zijn. Oh jongens, zo, je baalt ervan. Ik krijg opeens weer een run. Zelfde engel. Ik denk ja, inmiddels 3 kwartier, half uurtje nadat die, die vette 19,2 spiegel ving. En ik denk, nee joh, ik ken dat nou weer jongen. Harde run.
Hij voelde meteen weer rog aan, dus ik denk dat is weer een mooie grote vis. Maar ja, Chit en Daan zitten natuurlijk een paar stekken verder, dus ik meteen hem bellen. En in de tussentijd dat ik belde, riep ik zo achteruit. En ja, misschien was ik niet gefocust op de drill, misschien was het gewoon een uitgescheurde bek dat hij losschoot. Maar hij schoot dus los. Jongen, oh, ik spouw er zo van. Ik heb hier mijn stretchertje. Ik denk dat ik mijn tentje eroverheen gezet en dan mijn viskartsysteem met mijn veilig. Zodat ik wel gewoon bij die gasten kan zitten. Derde run al. Fucking shit. What the fuck, weet je? Het rijdt zo erg op deze stek. Ja, terwijl deze stek gisteren hebben we deze niet aangevoerd, hè. Met de controle. Hij is een stek, hè. Hij duikt de hoek om, hè. Ja. Stek hem omhoog. Oh, ik ben wel 10, hoor. Ja, ik ben best groot, hoor. Ja, dat is wel. Yes. Baby. Lekker. Yo. Nou jongens, ik heb de kop van het eiland gevangen. Ik had bij aankomst ook echt veel erin gesmeten, heel veel spijt. En hij ging dus na 20 minuten. Toen een uur daarna ging hij weer. Toen had ik echt veel erin gevoerd. Ik denk van nou, nu zit de vis op de stek. Nu duurt het wel weer langer, maar hij ging wel weer. Mooie spiegel. Niet zo heel groot. Ik denk een kilo of 12, 13. Maar ja, echt mega blij weer, joh. Van weer deze hemel. Ik zat hier op een stretchje en ineens ging niet. Ik schrok weer tyfus. Wiets heeft weer geluk geloten, hè? Ja, het is goede stek geluk. Maar misschien, ik heb het zelf wel vertrouwen, want hier is er heel veel vissers. En er liggen echt 9 rijen in het water met stakrijnen. Ik heb een beetje het gevoel dat die vis gewoon daarvan vrucht dat ze dat doorhebben. Dat ze misschien naar deze hoek komen. En dat ze dit wel vertrouwen. Maar een beetje een paar woorden in en laten we het gezien. Ja, 10 precies. Hij klokt 10 kilo'tjes. Ah, oh, lekker 10 kilo tiktian. Die telt wel weer mee. Dat de tiktian. Jongens, mooie spiegelwedel. 10 kilo'tjes. En hij kwam op dezelfde stek als waar die vis van vanochtend kwam. En waar ik één verspeelde, dus daar zit ze goed op het voer. Zoals je zag heb ik net even flink gevoerd voordat ik hem de vis hier had zien. Even die vis in beweging houden, want het is al warm. En ik verwacht dat ze niet heel lang door mee gaan azen. Maar ja, zeker een mooie visje. En ja, zo een papegaaitje. Dat merk je ook wel aan dit water, want er wordt echt al een stuk meer gevist. Maar ja, ik ben er fucking blij mee. En, ja, dat was een stuk sterker dan die 19 kilo. Maar ja, ik ben er weer onwijs blij mee. Prachtig visie. Leuk. Pootje en dan mag hij terug. Deze man, hè. Ik blijf voor slapen. Nee, joh. Hey. Hoe is het? Ja, warm. Ja? En stilletjes, helaas. Ja, het is wel lachen, ik zie die Frans kijken. Hoe krijgt het voor elkaar om nu al 3 rust te hebben? Maar eigenlijk is het heel simpel. Het is gewoon een single strawberry bootje. Haak maatje 5 veng, ik zie. 20 of 20 en dan een wartbroodje, 71 gram, hoeft niet zo zwaar. En dan denk ik het belangrijkste voor dit water is gewoon een topbroodje en een rechtmarijn ook nog eens heel schrap. Dus die vis die heeft helemaal niks van door. En ja, die Franse joh, als je dat ziet, je ziet snaarstrakke rijen door het water gaan. Ja, op zo'n getresseerd water als dit hebben ze dan meteen door. Dus ja, deze is al 3 keer afgegaan. Elke keer een vrij scherp nieuw richtje. En ja, hopen dat er nog wat volgt. Het gaat lekker zo. Yes, we liggen lekker laag op het stesje. Ja. Ja, zeg dat wel. En hoe gaat het? Het gaat goed. De laatste vissen was denk ik 1,5-2 uur geleden. Dus al wordt het steeds warmer nog steeds. En windstil. Het is eigenlijk gewoon weer om te gaan zwemmen. Maar weet je, we hebben veel concurrentie. Er zijn een paar Fransen langsgekomen, wilden ook op de stek zitten. Mooi. Het is gewoon even een soort van een kwestie van de dag doorkomen. Denk ik zonder aanbeet. En dan hoop ik dat vanavond 6 van nacht weer los gaat. Ja, het is wel heel warm, hè? Het is wel warm. Nou, wij gaan even lekker boodschappen doen, even schijten. Als Klaas dan belt ermee. En dan gaan we even naar de supermarkt. Lekker verse dingen halen. Hij heeft hem al wat geld. Kijk hoe dik die is. Stek, zo. Shit, die verdient wel. Zo, de boys zijn terug. Boodschappen doen. Dat was saai. Dat was saai even net, hè? Ja, dat geloof ik best. Het is ook ongelooflijk heet, zo saai is het. Echt niet normaal. Echt. Kijk eens, we hebben lekker van onze bakkes gehaald. Dit zit er al overwinningen. Ja man, lekker kruidenkaas. Met kruidenboten. Oh, ik ben mijn telefoon kwijt. Jongens, even een vraag, hè. Is het nou kruidenboter of kruidenkaas? Ja, kaas, wij hebben elke keer als we in Frankrijk zitten hebben we de discussie. Kruidenkaas. Nee, het is kruidenboter. Ja. Laat in de comments weten wat jij vindt. Yo. Een heel slecht idee. Er zijn wat vissen aan de oppervlakte, dus shit is gaan experimenteren met een zicht die veel te lang is. Dus die moet ik eerst even wat korter maken. Ja, hoezo? Het is gewoon een goed idee, toch? Zicht veel te lang, maar we zijn niet bang. Bam. Het vergt alleen nog wat oefening. Oefening bij kunst. Dat is weer. Hier ligt 1 hengel op. Ja. We hoppen bijna het water in. Lekker aan de Franse. Kom maar,
Ja, die koude valse mondmol die heeft mijn zichtrig gehaakt. Met zijn plugje door zijn zichtrig. Een otter, jongens, dat is wel gek. Dat is wel de tweede die ik zie deze week. Zo jongens, ik ben ook wel op mijn stek. Dat is eigenlijk wel mooi, want ik heb van 2 tot 7 heb ik mijn hengels eruit gehaald. Wel gewoon hier op de steun gerecht met het eindje naar beneden. Dan denk ik mensen dat ik aan het vissen ben met toprood. Maar eigenlijk heb ik de lijndruk gewoon weggehaald. Dan krijg je ook geen andere mensen natuurlijk op de stek of hier in de buurt. Dus in principe heb ik de stek gewoon lekker rust gegeven. Af en toe een paar boeien bijgevoerd. Ik weet niet hoeveel ze eten overdag, want we hebben ook wel wat vers aan de oppervlakte gezien. Maar ja, ik heb er weer goede hoop op. Een paar verse rigs geknipt. Scherpe haakjes, dus die ga ik weer opknallen. En ja, dan gaan we het wel zien. Het eerste echte nachtje. Ik ben veelbelovend. We gaan voor die bak. Neven, lekker bezig. Van het goede leven. Lekker jongens, lekker chappen. Nou jongens, het richtje die erin gaat. Het is avond, het is eindelijk een beetje afgekoeld. Dus we gaan de hengels weer even één keer spot onleggen. Het is een haakmaatje 2, Feng X, met tijgennootjes aan. En ja, zoals je hier ziet achter mij. Is er een opening in het water en dan leg ik hem niet in de opening zoals heel veel vissen zullen doen, waarschijnlijk. Maar ik leg hem 2-3 meter voor om zo een beetje proberen het dressuur te doorbreken. En het zijn best wel slimme vissen hier. Het is een slaplijntje en ja, het moet helemaal goed komen. Het kan niet anders dat er een bak uitgekomen. Dames en heren, de legend, Tim de Timo, live. Ja, ik moet even de jongens succes wensen. Ja, maar we hebben tips nodig, Tim de Timo. Ja, Tinder tips of vis tips. Nee, Tinder tips. Want in Frankrijk is het één pot nat. Ja, is niks. Het, Zijn we aan het masten met gasten. Oké, regel nummer 1 op Tinder is je moet geen visfoto erop hebben. Nee, zeker niet. Het is ook wel een check voor de kijkers, hè? Ja, de vrouwtjes houden wel van blote bovenlichamen. Ja, heb je zelf niet, maar dat helpt meestal wel, zeker in een land als Frankrijk, is dat een check. Daan en Tim. Laat jij dat wel zien? Mm. Ja, en je moet. Ja, maar quotes ben ik niet zo goed in. Maar je moet ook een goede quote hebben. Maar ja, dat is een top 3. Als je in de quote staat, staat dat ook goed? Ja, dat is ook goed. Je moet gewoon bij Ja, dan gaat het zeker goed. En je moet beginnen bij het begin. Dat is ook altijd geil. Bedankt voor de tips. Ja, bedankt voor de tips. De film kwam weer uit. We gaan hier morgen werk van maken. We gaan hier morgen zeker werk van maken. Hou je op de hoogte. Het is 9:30 s'nachts. We zijn net wakker gebeld door Wietse. Ik heb die vis even vervangen. Nu heb ik steen bizar verloren. Maar het is magisch. Wie mag er weer heen? Ja, wat een beetje dan. Hoe is het? Gaat de hond weer wel. Ik had het dus 4 uur. Zo lang duren, ik snap er gereed van. Ik kan mijn wekker gezet, om 2:30. Ja. Zullen we een app in het boeken? Ik kan mijn Engels allebei op de ingooien. Toch wel een uurtje raad gaat hij af. Als het allemaal weer maakt. Of die hengel die zo goed wiep. Maar het is eigenlijk een beetje rustig op het water, man. Het is echt die Frans aan de overkant. Ik weet niet wat die aan het doen waren. En dan maak herrie in. Met bouwlampen aan het scheiden, jongen. Max 4. Nou, dat is toch lekker. Dat is toch lekker. Het zijn 50 kilo op shit. Ja. Gaat hij dat ook nog inhalen? Ja. Zo, Doe je andere lijn heen. Soepeltjes, soepeltjes. Hey, hou een nachtelijke jongen. Nou, weet je jongens, wat eigenlijk wel jammer is. Je bent aan het slachten, hè? Nou, val mee. Hou beter dat je het ermee, we hebben echt een dode steek. Dat wel, maar het is pas de eerste. Ik was gewoon onzeker, ik werd gewoon wakker uit onzekerheid toen ik opnieuw ingegooid. Onzeker team ik zat er dus weer aan maken. Hey. Ik wist gewoon, ja, het moet nu gebeuren. Eigenlijk komt er dan een. Maar ik denk wel, een van de top 3 kleinste vissen van het water. Is hij dan? De sterk. Krachtpatser. Hij is echt best wel smal voor je. Achiertjes. Want de aardbeerbootjes van het eiland Hengel. Het is gek, die kleine vissen zijn bijna 2 keer zo sterk als de dikke vissen. Ja, deze sloeg helemaal nergens op. Ik kreeg een redelijk stijl richting de top. Ik denk dat ik 15 minuten of zo. Van
toen ik jou belde dat jij er was. Ja, ik was hier pas 10 minuten later. En 10 minuten later en nog hier 10 minuten gedrild. Gewoon onder de top. Het is hier 3 meter en die vis die gebruikt de diepte ook gewoon. 4 meter voor de kant zelfs. Ja, bizar. Maar verder ja, punt gaaf. En ik kreeg een stretchje natuurlijk naast mijn engels. Dus ik zeg van joh, jullie nemen mijn sound op mij, dan hoef ik niet te bergen als ik kan runnen. Nou, mooi niet dat ze daarvan kwamen. Dus heb ik zelfs nog gebeld. En na 8 keer bergen namen ze eigen keer op. Ah joh, het is gelukt. Het is gelukt. Foto's schieten. Op naar de volgende. Ah, lekker bro. Yes. Morgen jongens, inmiddels 8:15. Wordt van je stretcher afgebrand. Dus ik kan hem helemaal even in de schouder zetten. Maar ja, 2 visjes en het is verder stilgebleven. Ik snap er echt helemaal niks van. Ja, ik snap het wel een beetje. Maar ja, eigenlijk vooral waarom ze bij Chit en Daniel niet zijn geweest. Dat hoekje was rustig. Saprijnen, toprood. En hier op dit putje, op dit deel waar ik zit, daar zaten 15 rijnen. En heel veel vissen met strak rijnen. En toch weet ik er 2 te prikken. Echt 2 kleine vissen. Echt 2 van de kleinste vissen van het water. Ja, ik denk gewoon dat die grote vis, die heb ik door dat het zo druk is. Heel veel herrie. Gisteren waren er heel veel richten wat de Fransen allemaal op het water schenen. En die genieten hiervan. Want je mag 1 keer in de 1 weekend in de maand mag je maar nachtvissen hier in de zomer. Dus die neemt ervan. Maar ja, dat is wel jammer. Hé maar broeders. Slapeloze nachten hier, zo'n nachtmerries dat we niks vangen. Wat is er aan de hand? Ja. Wat is er aan de hand? Dat wilde ik net aan u vragen. Ja, we wouden gewoon beginnen bij het begin, maar het werkt niet. 25 kilo gevoerd. Ja, mooi. Een kutje gevangen. Ja, we zien de vissen wel. Dus vandaag gaan wij met 4 rollies vissen. Dan trekken we er eentje uit. Ik ben benieuwd. Laat zien. Ik ben ook benieuwd. Ik ben ook zwaar benieuwd. Hallo, we komen even een foto maken van Wietse zijn 4 ponden. Ja, ik ook. Dat zie ik al. Dit is een knol. Tegenhoog. Hoezo een knol? Hoe kan het nou? We komen even... Snel draaien, gaat die hoek om. Wietje op de gevoelige plaats zetten. Wat gebeurt er? Gelijk die engel up af. Gelijk als je aankomt gaat die engel af. Dus zetten. Nee. Los? Nee joh. Nee joh. Ken dat? Dat ligt aan die onderlijnen van jou, Wiet. Ja, dat is even klaar mee. Hoek af. Is de haak nog scherp? Ja. Raak maar. 2. Raar verhaal jongens. Raar verhaal, maar 2 zou je moeten werken. Ik weet het gewoon. Soms moet je gewoon een stapje terug. Om er 2 vooruit te doen. Oh, jij hebt dus, het plan. Ja, dat is het. Dus vandaag doen we een andere onderlijn eraan. Gewoon beginnen bij het begin. En dan beginnen bij het begin. En dan komt de bak eruit. Dit is hem nog. Oh, dit is wel mooi. Onze Franse pannenkoek. Een klein pannenkoekje. Ja, dit is een Franse crêpe, hij is een klein. Leuk visje voor in de vijver. Meenemen naar huis? Ja, vanaf dit bakwater had ik toch al wat anders verwacht. Ja, desondanks ben ik wel blij dat ik gewoon toch 3 runs heb gekregen. Weet niet, misschien volgt er nog wat, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Gisteren was het ook na 8 uur stil met de rust. Maar het is raar, want alles komt van 1 engel af, hè? Alles komt van 1 engel. En die Fransen weet ik niet, maar die vingen gisteravond nog wel vis. En die maakte lawaai, hè? Die maakte lawaai, niet normaal. Nou, Wietse heeft juist zijn vissen verspild. Ik zit hier lekker met Chitten te knopen. Daniel heeft voor het eerst een Ronnie geknoopt in zijn leven. Ja. Hier gaan die bak op komen, vriend. Door de masterclass van Chitten. Ja. Het is een typical Chitten en een tactical T-Link. Hopen, hè? Ja, we gaan van alles proberen vandaag. We gaan niet voeren. Single Ronnie's, 4 stuks. Wat is nou het nut van een Ronnie? Nou jongens, de nut van een Ronnie is dat hij alle kanten op kan draaien. Zoals je ziet, hij is heel flexibel. Heel veel bewegingsruimte om de vis te prikken. Dus eigenlijk is het... op het visuele gericht, dus de vis die denkt, hé, wat is dat nou? Zuigt het op en is die eigenlijk gewoon gelijk, direct, in één keer de lul. Yes. Doen ze geen chot? Een chot is kut. Chot alleen op 4 rijk water, waar het niet anders kan. Nah, ben ik niet mee eens. Nee, Wiets is onze chotboy, wij zijn de Ronnieboy. Oh shit, zijn we bezig met de Ronnie race inkallen? Ik denk, we moeten het even anders aanpakken. Ik zat bij die gasten chillen, ik had helemaal niet door. Ik denk, we zitten met de Engels bezig, ik hoor opeens een harde run. Ik denk, nou, zo is het Daniel, want die draait toch altijd zijn mogen zo hard open. En ik, na 5 seconden denk ik, nee, dat is denk ik voor mij. En ik kom aan. Nou, kan toch niet, shit, kan toch niet. Ja, dat is geen 30. Dat is toch smal. 25 seconden. Dat is wel sterk. Ziek man, Wiet. Je gaat lekker, je draait. Ik draai echt. Hij is wel sterk. Zo, lekker. Lekker draait. Papa. Lekker papi.
Heb je even het rugje laten zien? Ja. Hij is bizar. Ik zie hem al. Power had hij had, jongen. Kijk dan even, die rug. Zo. Ja, dit gaat wel richting de 30. Toch wel. Lekker. Toch wel. Oh. Ja, god, we gaan weer 17 kilo. Echt? Ja. Nee, joh. 17,2. Ja. 17,2? Ja. Wat? Bizar. Shotje tijd. Ja, ja. Nou, jongens, kijk, dit is het. Dit is even een mooie meevaller. Ik zit te drillen en we zagen al een beetje schim. En hij, zoals je ziet, hij heeft niet een hele hoge, een hoge rug, zeg maar. Maar hij is lang, jongen. Hij is lang en meter. Breed, niet normaal. Gewoon 17,2. Niet normaal, wat een vis, joh. Zieke 30. Hij was sterk, jongen. Ik denk een kwartier voor de top weer gevolgd, net als die schub van vannacht. De staart zit erop. Helaas is wel een papegaaitje, maar ja, hier ben ik kijk mega blij mee. Kijk die staart. We hebben net even met de drone gevlogen en we zien alle vis tussen het eiland leggen. Deze zag ook, of tussen de rotsblokken. Deze zag ook redelijk in de buurt daarvan. Dus ik ga nu een beetje voeren daar en een hengeltje op de obstakel manier daar neerleggen. Achter mijn hengel zit het schip pot dicht. En dan hopen dat ik er nog eens een keer van. We lagen er wel 50 of zo, hè? Ja, ik ben niet te blij mee, hoor. Ja, wat een beer. Ja, lekker shot om 9 uur 's ochtends. Ja, lekker toch? Kut, dus daar geen kutje van en wel gewoon te shot. Ja, dat is erg, hè? Jongens, derde keer dat de vest geopend gaat worden. We hebben nog niet eens een beten, zoals de derde. Nee, dat is wel erg, jongen. Ik voel ook helemaal raar gevoel in mijn buik. Maar het kan me niet schelen. Mij wel. 30% voor, lekker, 's ochtends. Dat is trof, ja. Op de leden maar. Oh, ik heb hier helemaal geen zin in, joh. Ah, zo. Hij is wel lekker. Nu is het helemaal vies. Hij is wel lekker koud, hè? Hij is wel lekker koud. Die wil je echt niet. Nee. Nou, oh, hartstikke lekker. Ja, je bent niet goed hier. Nou, dat was hem weer. Om de hoe? Maar hij zit ook wel mee hier vandaag. Zo. Wat willen mensen nog meer? Net even 70 kilo van me. En nu een heerlijk eitje die shit de meeste van me gemaakt. Even opladen toch? Bas. Nou jongens, echt bizar. Tijdens het trail van mijn 70 kilo vis van net. Ik was daar even met de drone aan het vliegen. En dan heb ik meteen een rondje op het water. En daar zaten al de vis tussen die... die rotsblokboeien liggen, dan voelen ze zich waarschijnlijk veilig. Die liggen best wel hoog aan de oppervlakte. Ik heb net even wat boeien erin gegooid met de boeienpijp. Even wat voeren vast. Ik ga nu een half uurtje later even een hengeltje opgooien. Ik ga hier meteen achter zitten, schip pot dicht. En met strakke lijnen, want het is wel gevaarlijk. Het is wel obstakelvisserij. Nou, zoals tip, als je dat gaat doen, doe het echt alleen verantwoord. En ga niet bij je hengels weg. Zorg dat je alles wat je nodig hebt, dat bij je hengels hebt. En anders haal hem desnoods even eruit. Want ja, dat is een manier als je... Vissen tijdens obstakelvissen, speel in obstakels, nou, dan gaan ze kapot de bek krijgen. Dat doen we natuurlijk niet. Dus ik doe het wel verantwoord. Gaan we in. Hey jongens, ik gebruik ook een speciaal achtersteentje bij het obstakelvissen. Kan je met een stiek kan je hem om je hengel heen binden, zodat je hengel niet weggetrokken wordt. Als je geen schip gebruikt, zeg maar. Die ga ik nu even opzetten. Hé, hey, dat heb ik in de fik gegeven. Hij is helemaal in het riet. Hey, ja, mooi. Hij is helemaal in het riet. Hij staat uit, hij staat uit. Blokken. Hij staat uit. Zo, wat denk ik, gewoon overdag even. Ja, het werd een keertje tijd. Ja, het is iets minder warm dan gisteren, maar dat is toch... Gunstig. Ja, gunstig. Zal ik hem voor je scheppen, Papito? Papito, dat merken wij ook wel, hè? Gunstig. De zaken gaan goed, de zaken gaan goed. Jongens.
Doe even een teststandje hoeveel jullie achter staan, maar. Ja, we hebben net even de kilo's bij elkaar opgeteld. Ik sta als deze binnen is, sta ik gewoon. Dit zijn dubbele kilo's van mij. Ja, ja. Chit staat nu op 80 kilo. Ik achterstand? Ik heb 95 kilo en Wietse op 160 kilo. Of 150 kilo. Nee, nee, 147. En jullie weten wat we de challenge hebben. Degene met de minste kilo's einde van de week. Zo. Die moet zonder stretchen slapen. Maar ja, we hebben nog een water en daar kan het ook helemaal anders zijn. Maar ik heb toegegeven dat hun als eerste de stekker mogen kiezen. Dat is wel lekker. Dus wat liefie. Stel dat ik daar niks vang. Dan moet ik misschien alsnog de laatste nacht op de grond slapen. Nog steeds bezig, ondertussen 10 minuten aan het rillen. Zo. Chit, die gaat even met de GoPro proberen te filmen onder water. In de water van lijf. Ja, precies 12 kilo. Echt? Nee! We zijn er. Zo, dat is prachtig. Jongens, precies 12 kilo. Overdag, het is een rondje of 2, misschien 3,5. Ja, gewoon een punt gaan vispen hier. Ja, ik ben hier toch blij mee. Perfecte gouden schub. We hebben mooi de drill op beeld onder water gefilmd, omdat het zo geen helder water is. Ja, ik ben hier blij mee. Echt kijk, hoog, joh. Mooie knik achter de kop. Mooi. Even aan mijn kant laten zien nog. Ja, dit is prachtig. Los genieters. Lekker. Heerlijk dit. Vis nummer 6 hier zo voor jou toch? Voor mij wel. Lekker hè? Yes. Net even omgekleed, even op de fris, kom op de fris. Derde hengel. Staat hij weer? Kom maar hengel. Ja, overdag is het slecht. Maar toch, die voerstek begint tot deze kant wel een beetje te lopen. Ja, die vis ligt daar massaal te schuilen. Onze voerstek, die draait echt. Ja, bizar, bizar. Dat is echt ziek. Vliegertje, hè? Maar richting de 30 als ze niet eroverheen. Bellen, blazen, houd maar niet op. Ja jongens, ons motto, kromme toppen niet te stoppen. Kijk eens hoe krom die staat, hij breekt bijna. Bewijs het maar weer. Koekoek. Koekoek. Kijk, Franse topper. Le Grand de Cup. Miroir. Ja, mirror. Spiegelkörper. Bellen. Pannenkoek. Pannenkoek. Is dat French? Ja, French pancake. Nee, hij kan wel 40 zijn. Zo! Hij kan 40 zijn, hij kan 40 zijn. De scoring van Mendes misschien. Ja, zo. We dachten 14 kilo in het water en hoe dichterbij die kwam, dachten we nou. Hij is hoog en dik, jongen. Hij drilde ook zo, hij had zo weinig moeite met die drill. Hij kan 40 zijn, hè? Hij kan 40 zijn. Nee, daar staan daar. 18,9. Ja? Ja, oh, ziek. Net genieten, ja. Niet normaal, wat een unit. Zo, kijk dan. Man. Dat is toch zwaar, jongen? Oh, hij had een knik achter zijn kop. Ziek, joh. Bizar, 18,9 kilo. Ik ben hier toch een tijdje blij mee. Maar even overdag rust. Het is bij iedereen stil, er liggen 15 rijen in het water. Maar we gaan even de derde 30 in 2 dagen. Jij bent een zieke man. De andere kant is toeter, toch? Ja, jongens, op de strawberry. Gewoon overdag, hoe laat? Een uurtje of 4, 4:30. Het is ziek het heet. En niemand vangt vis. Ja, joh, en hij loopt gewoon voor de vierde keer af vandaag. Die Frans komt kijken, hij snapt er geen reet van. Maar ik heb gewoon consequent afgelopen 2 dagen gewoon heel af en toe boos bijgevoerd. Heel verspreid. En dan vis ik met vorige week de bollen en nu komen ze achter elkaar uit. Het is niet normaal. Bizar. Oh. Zo blij mee. Ja. Ja, jongens, de vis op een klein rondje. Oh, altijd een beetje karpje bij jou hebben. Ik word het donker met die jongen, hij valt alleen maar 30. Hij zat kijken naar de topboot, hij stapte er geraakt. Die fietsen, wat een klootzak. Hier, denk jij. Daar gaan we weer, jongen. Derde 30. Ja, ik word het donker door die jongen. Ja, en ik vind het helemaal niet lekker en ik moet de hele tijd door die auto shoppen. Lekker. Hou kool. Bo. Schrijf van mij in. No. Oké. Jongens, zieke bok. Mega blij mee. Lekker boeda. Hij zwemt weer. En we gaan er weer voor hem. Die 40 gaat komen vannacht, ik voel het. Oeh.
Maar gaat wel abonneren nu, hè? Dat zeker. Ja. Marketing, marketing. Hey, de M van marketing. Hey. Abonnee. Op. DW Fishing Team. Darwin Fishing Team. Yay! Yeah. Lekker. Legend. Zo, Wiet, wat heb jij allemaal uitgespeeld? Ja, onze Franse pannenkoek wilde mij even helpen met mijn engel, maar het is niet beter van geworden. Merde. Ja. Ja, nee, meteen even bijvoeren. Lekker verspreid, strawberryboogjes over heel de riet. Het eilandkantje en dan steeds meer naar het midden. Want die andere engel die ga ik in het midden erbij leggen. Zodat ik gewoon één grote voerstuk heb. En dan vis ik met vorig bootje. Dus gewoon om de twee uur doe ik gewoon een paar bollen erbij gooien om die vis lekker actief te houden. Nou, hier is onze Franse maat. En ja, hij heeft blijkbaar tips vragen. Hij wil alles van ons weten, want Wietse die trekt de een naar de andere bak eruit. Le pop-up? Ja! Yeah. Hey, dit is voor manje. Manje. Hey. Manje, manje, ja, is goed. Is goed. Manjes, ja, ja, is goed. No. Let's go. Hij is woud. Hey! Box. Daar hebben we hem hoor. Hey, wat broeders. Hey, lekker jongens. Kijk, de burger courier. Ah, lekker dit jongen. Lekker. Ah, je bent een held. Zo. Hey, bon appétit. Dat ziet er nog eens goed uit. Zo jongens, denk wel. Eigenlijk is het even actie van iemand anders engels. Zit heb zijn engeltje hier gezet. Hij is het aan het omgeven. En heeft zijn mobiel niet meegenomen. Ik bel hem meteen. Dus ze gaat Daniel maar afdreven. Hij telt wel shit vis. Ja, hij is zo van zitten, maar ik kan toch nog een beetje drillen. Zo is het. Ik ken het gevoel nog een beetje. Is dat? Ja, niet super groot volgens mij. Best een hoge schub. Schub, ja? Ja. 20 kilo? Nou, hij is wel dik. Is echt bizar. Dit kan echt niet vis zijn. Hij is heel dag op de stek. Heel dag is hij gewoon chagrijnig dat hij echt vis moet vangen. Is hij net even omkleden. Maar hij is echt een mooie. Ja, hij is dik, kijk. Maar hij zit heel dat om zijn vin of zo. Ik voel me heel dat zo er lang schieten. Van oude hengel is het dan. Zo. Is dik hoor. Ja, dat is Berg Phantom. Maar eens kijken, want dit is echt klassiek. Hij zit al zijn oude hengels mee. Kon hij verder werpen dan de scope. Wow, ah, heb ik toch nog een beetje kunnen drillen. Allemaal Franse fans aan de overkant. Ja, we worden de hele dag in de gaten gehouden. Chit wordt helemaal gek, hè? Ja. Oh, is mooi gek. Hij heeft ook een knik achter zijn rug, joh. Ja, komt ie. Misschien ook wel richting 30. Ja, hij gaat wel de goede kant op, hoor. Ja. Yes! Zo! Lekker. Lekker, Chit gaat gek worden. Hij is dik. Ik wil niks zeggen, doe we weer. Ja, wacht. Oké. Zo! Zo! Hij is van 30 hoor. Kijk. Zo! Hij is fucking gek. We gaan niks zeggen tegen Chit, we gaan zo even preken. Zo, dit is echt heel erg. Ja, dat snap ik. Hij is wel lekker getrild. Ja, maar Tony is, het is niet mijn vis. Dus ik heb hem een dienst verleend. Toch die week te boog, hè? Ja, ik ga ze er ook aanhangen vanavond. Goed recept. Vanavond ga ik ze aanhangen en dan ga ik ook een dikke vangen. Daniel, ben je verkocht? Nou, Chit even pranken. Hij ligt echt super goed nu in het schermen. Chit is hier over 1 minuutje terug. Dan leggen ze helemaal van weer. Nee, die moet je aflaten. Kijken of hij dat door heeft. Nee, kijk. Groen. Zeg, Chit, we moeten even meelopen zo. En dan kijken wat hij er nu, ja. Ga even daar staan. Of leg deze gewoon bij zijn stoel. Kijk wat ja, we leggen deze bij zijn stoel. Ja, weer omgekleed. In de kleren van Nish. Helemaal fresh. Oh, goeie puslijn, tik hem aan. Ben je dan al gevangen nog? Hè? Ben je dan nog al gevangen? Ja, vast wel. Ik weet niet. Jij ook? Jullie hebben wel gedaan, hè? Kijk eens achter je op de grond. Op de grond. Op de grond. Ah, Wiet heeft weer een vis gevangen. Ja, nee. Je hebt een hoofd. Jouw hengel. Ja, mazzel. Ja. Ik belde jou, jij dan wel. Oh, lekker. Hij is hoog. Waarom was ik er nou weer niet? Ja, ik heb echt een ongeluk. Ik belde hem meteen. Ja, ik mijn telly ligt erom. Ik zei nog tegen Daan. Even kijken. Ik denk, jullie zitten dus, uit Daan is dat uit te leggen. Wat is het nou voor onzin? Ja. Het moment waar Chit is er gewoon opeens te wachten. Chit? Ja. Je hebt in jezelf gedeeld. Ja, dat is wel jammer. Maar... Ja hoor. Is dit 17x2? Ja, 17-2. Zieke lekker hoor. Zieke shit. Hey, lekker, 30 hoor. En weer een shotje. Eindelijk. Ah, lekker broer, lekker. Lekker. Kan me niet hangen. Ik laat je nooit hangen. Maar je big. Oh. Monstre. C'est big. Vous la remettez à l'eau après. Ja. Oui, hein, surtout. Ah oui, oui, oui. Ça va, oui, oui. Madame. Ah, oui. Caché, café. Je parle en anglais. Je parle pas l'anglais. Qui est-ce qu'il a attrapé? He knows one. One question in French. Voulez vous avec moi ce soir? Ja. Ze wil wel. Zet van strijk, zet tegen emotie.
jongens, wat een bak! Ziekelijk, bijna punt gaaf. Niet normaal. Een dikke staart erop, mega dikke knik. Echt een Franse bak. Hier heb je op gewacht, hè? Mijn armpjes hebben het zwaar en hier heb ik echt lang voor gewacht. Hij is ook echt gezond. Heerlijk. Eindelijk. Ja, lekker man. Bam, eindelijk weer een bak. Hoe was het drill? Ja, die heb ik niet gevoeld. Ik was net aan het omkleden. Echt man. Ja, hey, duimpjes! Duimpje jongens, duimpje! Ja, duimpje! Madam! Yes, yes, yes! Yes, yes, all right! See you! Kom maar jongen, veel komen vandaag, denk ik. Fucking lekker! Op zich draait het nu wel. Ik hoop dat er ook en Daan ook even getrild, dus jij bent ook even tevreden. Ja, ik ben even tevreden, voor een uurtje of zo. Weet je wat het erg is mensen? Ik zit hier nu even aan het omkeren en douchen en zo. Ik wilde eigenlijk daarna gaan doen, maar ik denk dat ik weer vier blijf. Ga je maar even een dagje in. Nou Wiet, daar gaan we dan. Zo. Don't beef the spot. Hey, ching ching. Yes. Ah, alles naast. Alles dat is erop, ja. Abonneer op meer. Yes. Short rondje is net voorbij geweest. Misschien dat het vanavond nog opkomt met al die dertigers op de mat. We hebben hier nog één nachtje te gaan. En ja, zoals je ziet, aardig wat dertigers gevangen. Dit is al het derde shotje per persoon. Op een dag, hè? Ja, nou, dat is echt niet meer. We zijn tijdens de stap wel wat gewend, daar niet van, maar we moeten ook wel een beetje onder controle blijven. Ja, lekker man! Lekker man! Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier vandaag? Het wordt slecht, het wordt wat kouder, de zon is onder. Het is pas in het riet. Ja, echt? Ja. Ik kom wel steeds meer mee. Wat gebeurt? Ja, ik twijfel of hij er nog aan zit. Ik zou het echt niet durven zeggen. Paul is hoi. Hebben hoor, de legend. Hij doet het alweer. Ja, ja, even een Nederlands gezel. Nederlands gezel, zeker. Mag wel een keertje met al die Fransen. Best tijdje sprinten dit weer. Ah, lekker basis. Lekker hoor. Duimpjes omhoog. Sowieso. Ah, abonneer voor meer. Dat ook sowieso. Zo jongens, weer even mooi. 40 kilo's. Ik ken nog zo even genieten. Het is los vanavond, hè? Ja, het is echt los. Aan de overkant vangen ze ook van vis. In de Fransen die vangen niet. Helaas is wel echt een flinke papegaai. Oh, Spanky. Ja joh, mooie vis. Ik ben er weer bij mee. Hey, deze ontbouwt nog, hè, je lijstje? Deze ontbouwt nog. Lekker bezig, zeg. Gaat er nog, ja. Ja, fair. Hij tik hem aan. Lekker bezig. Zo, Daan, meen je niet? Ja. Volle run, hè? Ja, gelukkig wel. Nou, die verzorgde vis. Ja, je zou nog niet bij, hè? Ja, blijkbaar niet. Wees hoor in de verte een harde run? Nou, dat is nee, dat is niet mij. Hij kan hier wel een leuk doekje omgaan. Maar dat gaan we niet doen. Richien. Richien. Ja, c'est mon. Mon c'est cher. C'est mon cher. C'est comme ça. Ja, yeah, c'est mon cher. Again. Oef. Ik ben van de nul af! Uitzetten. Dikke man! We gaan bouncen, beuken! Oh ja, nu gaan we beuken, hè? Ja, nu gaan we beuken. Ik vind het ook gewoon een shotje. Hij is niet groot, maar hij is wel fucking mooi beschut. Oh, hij is erg ziek. Ja toch, kleintje, waarschijnlijk uitzetten. We gaan snel een foto schieten en mag gelijk weer zwemmen, ja? Ja toch. Ik denk wel dat hij zijn weggetje vindt door het riet heen. Tuurlijk. Kijk, daar gaat hij. Ronnie de riet kruipen. Hij is echt een kruipertje, hè? Echte Ronnie. Lekker jongens. De vorige week wederom. Bol, ja, de vorige week de bol van Wietse. Ja, die trikt je weg door, hè? Ja, echt een vertrouwen zonk gewoon in mijn schoenen. Bizar. Maar je hebt me gered. We zijn van de nul. Met al iets, jongen. Tik hem af, die ding. Je draait, hè? Ja, dat is bizar. Derde keer vanavond. Ja? Het heeft ongeveer 30 uur geduurd. Eerst een vis verzeld, maar eindelijk is de stek los. 12 kilo'tjes. Die draait zijn. Precies, nee, inderdaad. Maar mag niet klaren. Ik dacht ik zou blenken. Maar daar ligt hij dan. Ik zal even de andere kant laten zien. Toch weer de 24 voor mij. Ja, hij is lekker hoog. Mooie knik. Hij heeft veel geknikt vroeger. We gaan foto's schieten en dan mag onze grote snoepert weer lekker zwemmen. Ja, dit is altijd lekker jongens. En wat is gebeurd? Laatste nachtje op het bakkenwater. Ja jongens, we gaan het laatste nachtje in van deel 2. En ja, het bakkenwater. We hopen nog op echt een knaller. Dat iemand nog zijn PB kan verbreken. En dat is dus waarschijnlijk boven de 20 kilo. 20 kilo plus een paar je fles te open. Dat zou heel dik zijn, hè. Maar dat is alleen open. Dus vingers zijn crossed. En we zien jullie vannacht. Lekker. Ik zeg tegen de jongens, pak die shotfles maar, anders denk dat het weer 30 is. Nee. Moet het wel afwegen. Hij is
16,2 kilo's. Oh, lekker. Ja. Die Daan en Chitten, we hadden dus saunaboxen uitgewisseld. Want mijn Engels hier voor me stretchen. En ja, het is wat chill natuurlijk als we bij het grill erbij zijn. En bij het scheppen en zo. Voor het filmen en voor het assisteren van mij. Dus Daan en Chitten hadden mijn saunabox. Ik heb ze 3 keer gebeld allebei. Nou, 0 even. ik ga ze naar toe naar de stress. Ik zeg, doe mijn saunabox niet. Zeg, Chitten dood ook. Jawel, ik deed het wel. Nou, we zijn moe. Chittenmeister. Kleine jongen. 16-2. Tijd voor een shot. Tijd voor een shot. Heerlijk vriendelijke vriend. Ik kan er nog niet aan denken. Nee, ik kan er ook zeker nog niet aan denken. Waar ging jij? Ik heb wel helemaal zin in. Doe even een bruin heb je omhoog, want Chitten. Ik ben nu gewoon wakker gemaakt om een shirt te nemen. voor een vestie, dus niet eens even gewoon. Kijk die ogen even. Ja, ik ben moe, man. Ja, jongens. Klap hem. En medelijden voor Chitten. Klap hem. Doe even een bruin heb je omhoog. Gadverdamme. Dat is zo mooi. Heerlijk. Ik hou van. Ik heb denk ik een fiche van. Hoeveel kilo? Ja, dat zal zijn 3 of 2. Ja. En wat gaan we doen? We gaan Wietje bellen dat jij in 30 rennen gaat zitten. Dat het shortje tijd is. Ja, dat shortje tijd komt hij aanrennen met het haakband en zo. Hij bij ons doel bereikt. En Wietje ook een goed humeur. Hey. Heerlijk, I love it. En we hebben de grootste vis van het water, jongens. Ah nee, de kleinste. Weer eentje voor de toekomst. Een mooie pannenkoek, zoals ze dat noemen. En ja joh, een fotootje en lekker zwemmen. We hebben Wietse even geprankt. We zijn al 30 graden. Paddenzooi. Dat hij de shot maar mee moest nemen. De shot en een weegschaal moest ik meenemen. En toen kwam hij aan, toen hadden we deze vis. Ah, toch wel. Je probeert maar jezelf ermee. Hoezo? Ja, ik krijg er niet wakker van. Nee, dat is waar. Dus je komt op, uurtje of 6, 7. Onze buren zijn ook al wakker. En het is Chittenmeister met de vis opnieuw. Ja, hij gaat wel naar de rum, maar het is bizar. Ik vond alleen van die kleine pannenkoekjes, joh. Echt klontuin, hè? Ja, hij is echt hoog. Bizar. Mooi. Ja, joh. Help me. Hoe gaat hij nou heen? Zo bijna maar op, wat of weer? Ronnie de Rietkruiper. Nou, jongens. Ik ga het stekje weer even aanvoeren met wat tijgenoten. Van tijgenoten kopen. Nou, vlak voordat we naar Frankrijk gingen, dachten we, ah kut, hebben we eigenlijk toch te weinig tijgers mee. Dus toen snel bijbesteld, 2 dagen van tevoren. Dag daarna in huis, helemaal top. Lekker slijmlaagje erop. En ja, zoveel vis opgeleverd deze sessie. Wat chill, hè? 14 uur besteld, volgende dag binnen. Dat is gewoon service, jongens. Geweldig. Joh, aan we strooien met de tijgenoten. Dat is bizar. Nou, meneer Daniel Tiedink trekt ze toplood uit de bagger. En in één keer schiet ze lijn niet naar de overkant, maar onder de eigen kant. Onder de eigen kant, geen piep gehad. Gelukskoning Daniel Tiedink zit de vis er gewoon aan natuurlijk. Er zit gewoon de vis aan, ja, bizar. Kijk eens. Franse crepe, Franse pannenkoek, kleintje. Poffertje noemen we dat. Ja, dat zijn poffertjes, ja. En hij mag zwemmen. Goeie nieuws is dat wij toch wel 3 mooie visjes van 5 kilo hebben gevangen vannacht. Dat zeker. Echt bizar, knap. Maar ja, tenminste tonnen vis van de stekker, hè? Ja, bij elkaar is het toch weer een 30 kilo. Hey. Hey, good morning! Zo, nou, Arkeel. Ja. Hey. Kleine jongen. Ja. Heb je lekker geslapen? Nee, te weinig. We hebben net ook weer 2 vis gevangen. 2? Ja, maar van 5 kilo, 4,9 kilo. Zo, laat je even. Al mijn klommen ben ik te zeggen. Nou jongens, 2 dagen geleden dat ik mijn tanden voor het laatst heb gepoetst. Dus dat is toch wel lekker, hè? Even weer een fris bekkie. Koekoek. Nou jongens, ik denk dat we het in totaal toch wel echt niks gedaan hebben. Als hier hoe druk het is geweest. Afgelopen 2 nachten was dus het enige weekend in de maand dat er nachtvis mocht worden. En er lagen gewoon af en toe gewoon 30 hengels in. Niet normaal. Kijk, putje zoals je kan zien. En ja, toch hebben we met z'n 3 16? 15. 15 vis gevangen, dat is echt bizar. Ik heb wel geluk dat ik de beste stack heb gehad. Ik heb er dan 9 en dan de boys 3. 3 vis verspeeld. En ja, ze zijn echt ziek bij. 2 hele dikke vis gevangen. Nieuw PB. En ja, mega vet. Pas aan de overkant zaten te kijken van hoe doen ze dat nou.
Dat is natuurlijk altijd leuk. Ja, dat klopt. Dus, ja, zeker. Oh. Nou, wat, waarom hebben we dat hoe snel gegaan? Ik denk dat vooral die vorige week de bol, op een gegeven moment dat hij echt wel lekker liep. Plus natuurlijk de combinatie dan van de voerstek, dat we gewoon een week lang ongeveer met dezelfde bol hebben gevoerd. Exact. Die vis die eindt het aas, die scheet het uit, dus het is gewoon een combinatie van omstandigheden. Allemaal top dagen gehad, hè? Ik denk toch dat we het goed gedaan hebben, boys. Ik denk het ook wel. Ik denk het ook wel. Zo jongens, het is klokslag 10 uur getikt, om het maar zo even een boordje benoemen. We gaan opruimen, want ja, wat eigenlijk plan, shit, de meester. Ja jongens, we gaan afsluiten op dit water, we gaan nu naar het volgende water, we mogen hier niet meer afvissen. Dus mooi water te horen gekregen. En we gaan knallen. Ja. Veel runs verwachten we. Veel mooie vis. Dikke vis. Helemaal geweldig. Eerst even boodschappen doen. Dat wel. Is tot de half in open. Omdat het zondag is. Vanaf morgen nieuwe regels. Moet je verplicht over een mondkapje op in openbare gelegenheden. En daar hebben we geen zin in. Nee. Dus even nog voor de laatste 3 dagen dat we hier zijn in Frankrijk. Gaan we even boodschappen doen. Dan gaan we naar het water. We hoeven niet meer weg. Voor de laatste paar dagen chill uitvissen. En dan weer richting Nederland. Lekker man. En is dat ook meteen het nieuwe deel? Dat wordt deel 3 inderdaad. Het is het einde daar bij deze weer. Hè? Helaas wel, dus vond je dit nou een leuke video? Zou ik zeggen, doe dat blauwe duimpje omhoog. 2. Sla op dat knopje. En hoppa, ja. Deel hem ook gewoon naar je maten die denken van die mogen deze video niet missen. Stuur hem gewoon op WhatsApp, op Insta, post in je verhaal. Facebook, maakt niet uit. Zet je hem op je Insta story. Dat je hem kijkt, dan gaan we hem reposten. Abonneer even meer, volgende week dinsdag weer een nieuwe video. Laat iedereen weer abonneren. Weer een nieuw Frankrijk deel jongens. 26.000 yes. Abonnees voor 2021. Kom nee, eens keer met je nee, kraan. Nee. Jawel, jawel. Hebben we vaak zo gezegd. We zijn de mannen van ons woord. Ciao.